Hoi allemaal! Welkom bij onze allereerste Q&A. Wij gaan spelenderwijs de vragen beantwoorden, want we zijn zoals jullie zien, we zijn nog aan het klussen. En we gaan gewoon de komende dagen, wanneer het uitkomt, een vraag behandelen. En ja, dus zo gaan we het gewoon doen. Leek ons leuker als we het op deze manier deden. We gaan nu de eerste vraag al beantwoorden. Ja. Wat was de eerste vraag? Hoe oud waren wij toen we Jordi kregen? Die antwoord, dat is heel makkelijk. 30? Ja, we waren allebei 30. Want Niels en ik schelen maar 4 maanden. Mm-hmm. En Jordi is in december gekomen, dus we waren gewoon allebei 30. Hebben wij ooit ruzie over de kinderen? Ik? Of jij? Nee, even. Hebben wij ooit ruzie over de kinderen? Nee, meestal zijn we daarover wel eens. Ja, we hebben wel af en toe discussies over ons. Over dakgoten, schilderen. Ja, maar nooit over de kinderen. Nee. Nee, daar zitten we echt op één lijn. En als we daar niet zitten... Meestal zeggen we ook iets in koor. Ja. Als we iets zonder afgesproken te hebben. Ja, en als we het niet met elkaar eens zouden zijn, dan hebben we geen ruzie. Maar dan praten we s'avonds als de kinderen op bed liggen. Praten wij er gewoon over en... kijken we waar we het wel over eens zijn. Mm-hmm. Maar nee is nee en ja is ja. Weer een Q&A-vraag. Waarom heeft Jordi een aangepast bed? Het aangepaste bed heeft hij eigenlijk om een paar simpele redenen. Hij is te groot, te zwaar en niet zelfstandig genoeg om in een open bed. Ja, dat klopt. En van de binnenkant zit spolling, dus kussen. En als hij bijvoorbeeld boos wordt of zo en hij wil gaan hoofdbonken, dan is dat niet zo hard. En het geeft hem een ontzettend veilig gevoel om in het bed te liggen. En wij als ouders kunnen daar ook bij gaan liggen, zodat hij ook het veilige gevoel kan blijven behouden, mocht hij over de zijk gaan. En wij hebben er ook een heel veilig gevoel bij. Ja, zeker. Dus hopelijk is de vraag beantwoord. Papa! Wat zegt Jordi allemaal? Dit. En boe. En af en toe. Ja! Ja. Boe. En boe. Hij maakt eigenlijk gewoon allemaal geluiden. Hij zegt boe, zegt hij heel veel. En voor de rest is het gewoon mmm. Hallo Jordi. Hallo. Maar je moet het voornamelijk van Jordi zijn gezichtsuitdrukking hebben. Ja, wij kunnen er goed mee communiceren. Ja. Omdat wij weten wat hij ongeveer bedoelt en... nu zit hij te zeuren bijvoorbeeld om zijn tablet. En Jordi is een gewoontedier, dus altijd hetzelfde riedeltje eigenlijk. Ja. Hopelijk is ook deze vraag weer goed beantwoord. Tijdens de regen doen we nog even een vraagje. Mandy. Ja? Is Jordi tillen zwaar? Nou ja, hoeveel is een zak aardappelen? 5 kilo toch? Ja. Nou, die til ik er nou 3 op. Ja, en een beetje erbij. Ja. Hij is ongeveer 3 keer Sam. Ja, hij is 16 kilo toch? Ja. Ja, dus... nou, hij is niet licht. Wat vinden Jordi en Liam het lekkerste eten? Alles wat mama maakt. Ja, in principe wel. Alles wat ik voor, hun neus zet, mm-hmm, dat eten ze. Maar Jordi heeft liefst met tomaat. Ja, en stampotachtige dingen. En Rian vindt frietjes heel lekker. Ja, en pannenkoeken. Mm-hmm. Ja. Sammy! Sammy! Kijk eens. Hoi. Wat vindt onze familie er en onze tantes en vriendjes en vriendinnetjes ervan dat Jordi Down syndroom heeft, Sam? Geven ze lekker niks om? Nee, geven ze helemaal niks om. Jordi is Jordi en Jordi hoort erbij. En iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Hmm. Dus ja. En zelfs in de straat zijn ze gek op Jordi. Ze zijn overal waar we met Jordi komen verliefd op hem, hè? Hmm. Dus wij hebben nog nooit meegemaakt dat iemand in onze directe omgeving, of het nou vrienden, familie of wat dan ook is, dat ze negatief zijn. Ja, of niet durven langskomen. Of, Ja, nee, wij merken niks ervan dat... Als het zo zou zijn voor iedereen, dan zou het geen probleem zijn, denk ik. Nee, dan zou de wereld een stuk mooier zijn. Als je elkaar accepteert zoals je bent. Dat is het belangrijkste. We hebben ook de vraag gekregen welke aangepaste spullen Jordi nu heeft en welke die in de toekomst waarschijnlijk nog nodig heeft. Dit is de eerste. Hij heeft een loopwagen. Het is gewoon volledig aangepast op hoe Jordi het beste het kan verdragen, lopen enzovoorts. Dit is de tweede. Dit is een stoel. Die kan zowel omhoog als omlaag. Die jullie vast wel voorbij hebben zien komen terwijl Jordi eten kreeg. Dit is nummer 3. Dit is Jordi's veilige haven. Hij ligt daar lekker te slapen. Zijn aangepast bed. Die kan zowel omhoog als omlaag. En hij voelt zich er hartstikke veilig in. En wat zou die in de toekomst nog nodig hebben? Dat weten we niet. Het enige wat we weten is dat wij nog een paar hulpmiddelen nodig hebben om Jordi beter te kunnen verzorgen. En dat is bijvoorbeeld een aangepast aankleedkussen of in ieder geval een aangepaste aankleedtafel. Verzorgingstafel. Verzorgingstafel. We hadden het ook over een buggy gehad, toch? Ja, een autostoel. Een autostoel. Een autostoel en een buggy hebben we het over gehad. Daar zijn we nog mee bezig. Maar hulpmiddelen voor Jordi zelf... dit is eigenlijk wel wat het is. Zijn loopwagen zal nog wel wat groter worden. Maar ja, voor nu is dit wat hij nodig heeft, toch Niels? Uh-huh. Niels, willen we een ochtend- of een avondroutine filmen? Dat kunnen we al een keer doen. Dat is het antwoord. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zijn alle vragen beantwoord. En mochten jullie nog meer vragen hebben, stel ze gerust. Misschien dat we binnenkort er dan nog wel eentje maken.